Nee, hij leeft nog. Hij is gewoon weggevlogen. God. Jezus. Hey kijkers, dit kaatsaars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van onze Minecraft Custom Map Making. Nou, wat ik vandaag ga doen is eigenlijk heel simpel. Ik ga vandaag zorgen dat alle waves af zijn. Dat is mijn doel en ik ga er vol voor werken. En het gaat me hopelijk ook lukken. Ik heb een aantal verbeteringen gemaakt. Ik heb sowieso die bug opgelost dat mobs sneller gingen lopen als ze in elkaar staan. Die is er nu niet meer, dus die is opgelost. En zoals jullie zien heb ik dit allemaal weggehaald, want dat gaan we nu veel handiger doen. Stel, ik wilde iets aan een van die commandos aanpassen. Dus ik wilde die zombie bijvoorbeeld silent maken, silent 2.1b. Dan had ik dat bij alle commandos moeten doen die ik plaats. Nu hoeft dat niet meer, nu zet ik hier gewoon een commandblok neer. En wat die commandblok doet, die zet hier een redstone blok neer, zo. En dan is hij meteen weer weg door dit blok. En tegelijkertijd wordt deze geactiveerd, dus komt er daar een zombie. Dus dan kunnen we meteen, als we die commandos willen aanpassen, hoeven we alleen maar deze aan te passen. En dat is veel minder werk. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik ga vandaag ook de boss wave doen. Dus als het goed is, hebben we vandaag alles af. Maar ik had natuurlijk vorige aflevering beloofd dat de mensen die de beste reacties zouden achterlaten over de waves, dat die een shoutout zouden krijgen. Dus bij deze een shoutout naar Bart Sibren Bosma. Ja, dat is de eerste. De tweede is It's Ben. De derde is Stefan Games. En de vierde is KB Games. Ja, veel gamers hier. In ieder geval, shout-out naar jullie. Ontzettend bedankt dat jullie dat hebben gedaan. Ik ga hier echt heel veel aan hebben. Dus ik ga nu eerst alle waves opschrijven in mijn mooie documentje. Ik heb sowieso heel veel aangepast, want de eerste wave was echt veel te moeilijk. Die kon je niet eens halen als je alle pijlen zo constant achter elkaar bleef schieten en alles raak schoot, dan kon je die wave niet halen. Dus dat heb ik nu opgelost. Dus dat gaan we vandaag ook een beetje regelen. Kijken dat het allemaal een beetje te doen is. In principe wil ik ervoor zorgen dat alles moet te doen zijn zonder een betere boog te kopen, denk ik. Gaan we dat doen? Ik weet nog niet zeker. Misschien niet, misschien wel. Maar dat is in ieder geval iets wat ik ook nog naar moet kijken. Dus de volgende aflevering wil ik dan de shop gaan maken. Want zoals jullie zien heb ik nu ook al slash cobalt objective satisfy sidebar coins. Die heb ik ook. Als het goed is, als ik nu even een boog pak. Als het goed is, hè. Ik heb hem nog niet getest eerlijk gezegd. Maar oh, wat wilde ik? Wat spande ik? Minecraft dubbele punt sheep. Zo, even testen. Als het goed is. Ja, zie je. Geld staat bij mij nu naar 1. En als ik er nog één vermoord, dan krijg je nog eentje erbij. Enzovoort, enzovoort. Dus dat per mob die je killt, krijg je muntjes. Ik moet alleen nog even gaan instellen dat je voor bijvoorbeeld een iron golem, dat je daar meer muntjes voor krijgt. Maar dat komt denk ik wel. Dat gaan we wel allemaal regelen. Dat is nu niet het belangrijkste. Ik denk dat we dat volgende video gaan regelen. Nu gaan we dus alle waves maken. Satisfy sidebar tijd. Zo. Nu gaan we alle waves maken. En dan komt daarna de rest wel. Slash cobalt player set is last tijd. No. Zo. Dan komt daarna de rest wel. Dus ik zou zeggen. Ja, ik ga nu zoveel mogelijk proberen af te krijgen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb nu 3 waves gedaan. En het werkt best wel goed. Alleen het is wel echt best wel wat werk. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Maar goed, dat maakt niet uit. Het werkt allemaal wel goed. Ik kan het natuurlijk niet allemaal gaan laten zien. Want sommige van die waves duren 1,5 minuut. En dan, ja, dan zitten we hier nog de komende 5 minuten dat te zien. En dat is ook niet meer leuk voor jullie als jullie de map zelf gaan spelen. Dus ik ga niet laten zien hoe de waves gaan. Of wat? Ik ga... Wat? Ik ga niet laten zien hoe de waves gaan. Dat wilde ik zeggen. Maar ik kan je wel zeggen, ze zijn best wel geinig. En ze zijn ook best wel lastig. Zeker die wave 3 waar ik nu ben. Die is met een normale boog zonder een chance. Is die best wel moeilijk. Maar goed, dat komt wel. En het is ook niet dat als er één mob doorkomt dat je dan verloren hebt. Het is gewoon een aantal mobs erdoor en je hebt verloren. Dus het maakt niet zo heel veel uit als er eentje doorkomt. Dus. Maar goed, ik ga nu gewoon even verder met 4, 5, 6, 7, 8. Ik denk dat ik de 8 doe. Ik weet niet of ik ze alle 8 afkrijg, maar ik ga in ieder geval zorgen dat de boss wave af is. Want die wil ik wel, of niet, daar wil ik in ieder geval een stukje van laten zien in deze aflevering. Dus dan ga ik nu maar gewoon lekker vrolijk door, want het is echt, het is een partij veel werk, dat kan ik je zeggen. Oké, ik heb de eerste 5 waves af, dus 5 van de 8. Dan wil ik wave 6 wil ik een soort medium boss wave maken, dus
Iets makkelijker. En wave 8 wordt natuurlijk de Ultra Boss. En die gaan we nu maken. 6 en 7 die mag ik wel offline. Zodat dat de volgende aflevering in ieder geval af is. Maar we gaan in deze aflevering gaan we in ieder geval nog eventjes de laatste boss wave maken. Dus dat ga ik nu ook even doen. Dat neem ik ook gewoon even op. Dan zien jullie een beetje hoe ik zo'n wave in elkaar zet. Oké, het eerste wat we moeten doen bij het maken van een wave is alle tijden pakken. Nou, ik weet niet wat we moeten doen. Zullen we voor een boss wave misschien eerst wat Iron Golems doen? Dus dan schrijven we het even op. Iron Golem. Of tijd 0. Iron Golem 3. 3 of 4? 4 Iron Golems doen we gewoon. Hoewel, is dat niet een beetje... Nee, oké, weet je wat? We doen er 3. En op tijd 0 doen we... zombie. Weet je wat? Wither Skeleton. Wither Skeleton 3. Lane 2. Lane 2. Zo. Oké, dan hebben we die. Daar beginnen we mee. En dan doen we op tijd... als dit voorbij is, hoe lang zou het zijn? Tijd 30. Of iets later, tijd 35. Ender Dragon. Die drie gaan we nu even eerst maken. En dan moeten we tussen de Ender Dragon door gaan we dan ook nog wat mobs doen. Maar dit is wat ik nu even eerst ga doen. Dan zien jullie dat een beetje hoe dat in zijn werk gaat. Dus we pakken eerst de command block van tijd 0 met control middle click. Dan de command van tijd 30, want ik heb er geen van 35, dus dat moeten we eventjes gaan aanpassen. Oké, zetten we hier tijd 0 neer en we hebben er 2 van tijd 0, de Iron Golem en de Wither Skeleton. Dus dan doen we 2 van tijd 0 en eentje van tijd 35. Daar heb ik ook verschillende wolkleuren voor, is wat makkelijker zo. Ik ben trouwens, oh nee, zo moet die, zo in, nee, zo, kijk eens aan. Zo, en dan moeten we even tijd 35 ervan maken. Uup. Zo, 35. Die redstone blok moet hier dan weg. En dan pakken we deze redstone eventjes erbij. Zo, oké. En dan moeten we nu even... We hebben 3 Iron Golems in lane 3. En 2 Wither Skeletons in lane 2. Dus Iron Golem in lane 3. Dat zijn deze. Control middle click. Wither Skeleton in lane 2. En Ender Dragon in lane 3. Oké, 3 Iron Golems. 1, 2, 3. 3 Wither Skeletons. 1, 2, 3. En 1 Ender Dragon. Zo, dan hebben we die. Dan moeten we alleen eventjes nog wat mooie repeaters en comparators pakken. Zo. Ender Dragon moet 2 volle repeaters tussen. Ik bedoel de Iron Golem, niet de Ender Dragon. En de Wither Skeletons 1 volle en eentje die op 2 staat. Zo. En nu is deze wave is eigenlijk nu al helemaal klaar, gek genoeg. Dus dat gaat ontzettend snel. Ik moet alleen eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe lang het gaat duren om die Ender Dragon dood te maken. Misschien moet die snelheid nog veel verder omlaag, ik weet het niet. Want volgens mij kan zo'n beest echt gigantisch veel hebben. Maar we gaan in ieder geval testen. Scoreboard player set, it's last tijd, min 5. Zo, dan kunnen we even voorbereiden. 2, 1. Oké, daar gaan we. Daar komen de Iron Golems en de Wither Skeletons. Dus eerst schiet ik dan de Wither Skeletons kapot. En ik weet nu al dat die tijd voordat de Ender Dragon moet komen, die moet drastisch omhoog. Ik denk wel naar 50 of zo. Want, even kijken, hoe lang duurt het? Is nu 12 seconden. Toen ik begon met schieten op 1 Iron Golem. En die is dood. Na... Even kijken. Na, oh... 15 seconden later. Dus daar zitten we met een klein probleempje. Want nu komt die Ender Dragon over 2 seconden. Ja, ik laat die Iron Golems fluffen. Wat gebeurt hier? Oké, volgens mij iets hier klopt niet helemaal. Oh, chips, die hendel moet aan. Hendel. Zo, nu gaat hij vliegen als het goed is. Nee, tuurlijk niet. Waarom zou die ook? Entity type Minecraft dubbele punt is invalid. Oh, Ender underscore Dragon. Ctrl C. Wacht, dan moeten we eerst even die handle uitzetten. Dan gaat het nu even alleen om het testen van de Ender Dragon. Die moeten we eventjes goed doen. Ctrl V. Home. Ctrl V. Zo. Home. Oh, daarachter kloppen ook nog dingen niet, zie ik nu ineens. Handig. Home. Ctrl V. Ik dacht dat ik alles goed had. Heb ik dat dan ergens anders?
Oh my god, ik heb de zombies helemaal fout gedaan. Rip, oké, dat moeten we even fixen. Nou, hier Ender Dragon. De Ender Dragon. Ender Dragon. En hier Ender Dragon. Zo. En als goed, als ik nu die handel overhaal, dan doet hij het. Ik zet hier eventjes een houtblok op of zo. Zo. Als het goed is, gaat hij nu. Nee! Waarom niet? Verdorie. Veel te extra detect as Ender Dragon. Oké, slash. Oh. Oh, nee, geen screenshots. Paniek. Even kijken, dit is. Oké. Slash de P at E type is Ender Dragon. Mee. Wat moeten we dan doen? 4. Oh. Slash. Minecraft .tp. Slash kill at E type is Ender underscore Dragon. Minecraft .. Waarom wil dit niet? Slash summon Ender Dragon. Dragon. No AI .1b. Alsjeblieft, draak. Jezus! Zeg! Het hoeft niet meteen kapot. Nou zeg. Maar waarom tp't hij niet? Dat is een beetje de vraag waar ik nu mee zit. Waarom doet hij dit niet? Veel te execute detect is Ender Dragon. Dus die vindt het niet. Wat dan wel? Slash Minecraft. Minecraft. .tp. Wacht, weet je wat? Dan doen we dus just zo. Execute. Even kijken of dit gaat werken hoor. Slash execute. Slash my. 1. Ik zie ineens trouwens iets. Mij is iets opgevallen. Oh my god, nu zie ik het. Oké, ik zie het al. Slash kill. Slash Minecraft. .kill at e type is Ender underscore Dragon. Zo, dank u wel. Ik heb al gezien wat er aan de hand is. Oké, wat de fout is, is ik heb hier geen tp-coördinaten achter staan. Dus je ziet hier Minecraft .tp at e type is Ender Dragon. En er gebeurt gewoon helemaal niks. Dus dat moeten we eventjes oplossen. Naar u, min 0.03 90 0. En dan maken we hier 0.0300 0.030 oh min 90 0 en deze is dan min 0.03 180 0. Zo. Als goed is het hier niet. Nog een keertje proberen. Slash scoreboard player set in slash tijd 30. Als goed is zou je dan over 5 seconden moeten spawnen. En ik hoop dat hij niet alles kapot gaat maken. Hè? Wat gebeurt hier? Slash butcher. Dit doet het gewoon niet. Slash summon Ender Dragon. Dragon. No. No AI 0.1b. Zo, nu dan, alsjeblieft. Waarom? Wat is er mis mee? Nee! Wat gebeurt er? Waarom doet hij het niet? Waarom haat dit spel mij? Nou jongens, ik ga het even uitzoeken en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, ik heb de Ender Dragon gefixt. Hij doet het nu perfect. Het kwam er vooral door omdat zijn No AI opeens staat. Bij al die mobs moet je zeg maar dit stukje hebben. Alleen blijkbaar bij een Ender Dragon zorgt dat ervoor dat hij stopte met werken. Ik moest ook nog even de slash game rule mob griefing op vals zetten. Anders dan ging hij alles kapot maken. Maar als het goed is werkt hij nu. Dus we gaan op slash scoreboard player set it's our tijd 34. En daar komt hij. De Ender Dragon. Daar komt hij aangevlogen. Zij gaat ongelooflijk langzaam. Maar ik heb eerlijk gezegd ook geen idee hoeveel pijlen ik erin moet schieten. Dus 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Heeft het zin om dit te tellen? Ik heb geen idee. 14, 15, 16, 17, 18. Oh! Wat? Is hij dood? Oké, 18 pijlen. Dat valt ontzettend mee.
Dat zijn er maar 8 meer dan een Iron Golem. Nee, hij leeft nog. Hij is gewoon weggevlogen. God. Jezus. Kunnen we dan niet... dan moeten we denk ik een systeempje inbouwen. Test voor at e-type is ender underscore dragon. Always active. Repeat. Entity data at e-type is ender underscore dragon. No AI 0.1b. Oké, als dit niet werkt, dan weet ik het ook niet meer. Slash core player set it slash tijd 34. Hij doet het niet. Slash butcher. Oh, misschien omdat het meteen gebeurt. Wacht, ik doe er even wat repeaters tussen. Zo. Zo. Even kijken, zo. Als hij het nu niet doet, dan word ik boos. Dan moet ik iets anders erop gaan verzinnen. Want er weet ik. Oh, wat heb ik gedaan? Nee. Ah, slash core players. Player set it slash tijd 3. Goh. Ik ben zo scheef. Oké, eens even kijken. Wat doet hij nu? Hij begint met vliegen. En daarna stopt hij ermee omdat zijn no AI aanstaat. Oké, de no AI moet er sowieso uit. Alleen dan moeten we ervoor zorgen dat dat beest niet meer uit zichzelf weg gaat vliegen. Slash corobo, slash entity data, entity data. At e type is ender dragon. No AI, .0b. Oh, en dan vliegt hij ineens naar voren toe. Dus hij rendert hem gewoon niet meer op mijn scherm als no AI aanstaat. En waarom kan ik hem nu niet raken? Ik wou zeggen. Dus, als iemand van jullie weet hoe ik dat beest dan toch zo stil kan krijgen, dan laat dat maar even achter in de reacties. Want op het moment heb ik echt geen idee. En ik vond het al raar dat hij na 18 schoten dood was. Dus, ik heb geen idee of we hem dood kunnen krijgen. Kijk, en nou vliegt hij er weer uit. Nee! Oh. Nou ja, als iemand van jullie weet hoe we dat beest wel stil kunnen laten staan, dan laat dat maar achter in de reacties. Ik ben ontzettend benieuwd, want ik weet zo 1, 2, 3 niet. Dus laat dat alsjeblieft achter in de reacties. En ik zorg dat dan dat volgende week alles af is, alle waves, dat we dan met de shop kunnen beginnen. En dan zijn we al een goed eind op weg met onze custom map. Tenminste, dat denk ik. Hopelijk vinden jullie dat ook. Als het goed is, dan schiet het daarna al enorm op. En dan zou het niet zo super lang meer moeten duren voordat die map af is. Dus, hopelijk dat jullie allemaal op het duimpje omhoog als je dat een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dus laat een reactie achter hoe ik dat beest in godsnaam stil kan krijgen. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!